het nou een simpel geel foompje aan. Ik weet niet of dat te zien is op de camera. De vis zwemt gewoon met me mee. Kijken of ze hier wat op doen. Even draaien. De vis zit er nog steeds. Oh, ze komen er wel naartoe. Eentje. Of pakken bij het neerkomen. Ja, omdat ik toch een zinkende glaslijn heb, is het een beetje lastig om hem hoog te houden. Maar het houdt het spannend. Maar zo te zien zijn ze een beetje vervelend vandaag en werken ze niet mee. Ik heb ook geen zin om op te bouwen, om te bouwen. Een droge lijn. Nou, de gauw heeft wel interesse. Kijk erna. Doet verder niks. Andere vis helaas ook niet. Ik ben er bang voor. Dat ze weer niet meewerken. Even wat dichter naar de kant toe, misschien dat ik ze wat beter kan zien. Ik zal hem beter zien. Ik leg hem met de kop naar de boom toe. Maar doe niks. Helaas. Geen reactie, ze blijft muisstil liggen. Soms wil het nog wel eens werken als ze denken, er valt wat uit de boom. Oh, hij mist hem. Hij ging er wel voor. Twee keer. Dus misschien dit maar eens even proberen. Dit is een mooi gezicht. Ja. Oh, hij mist.
En dat is het nadeel van een glaslijn. En je met droogvist. Maar ik krijg tenminste aanbeten. Dan zal ik maar even van lijn wisselen. Ik zal toch mijn lijn wisselen. Inhalen, komt er een vis achteraan. Ook altijd mooi om te zien. Van de hoek af. Even terug. We hebben er wel weer mooi bij. Er zit eentje te azen. Even kijken of die wat voor mij ook wil. We hebben er 4-5 onder mijn voeten langs. Voet. Nou jongens, ik kom naar boven. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Ze zwemmen onder mijn flipper. Ja, ja, ja. Oh, hij komt erop af. Het is ook geen ideale manier van droogvissen zo. Nou, soms moet je wat. Ja, ja, ja. Oh, en laatste moment. Vlak naast de boot. Dit is een mooi gezicht. Je ziet echt alles. Ook dat ze mishappen.
kan dat? Een beetje tikken, misschien een beetje.